Vandaag gaan we de NOC-NSF Nationale Sportweek openen. We hebben 3 gaststeden, Emmen en Eindhoven en de derde is Nieuwegeinen. Daar zijn we vandaag. Daarnaast gebeurt er in meer dan 150 gemeenten ook van alles. Bovendien doen er 40 sportbonden mee. Nou, dat kruist zich allemaal op lokaal niveau. Allerlei plekken worden omgetoverd in sport- en beweegplekken. Voor allerlei doelgroepen, dus een feest voor de sport. Er zijn er 10 miljoen die elke week aan sport doen. Dus eigenlijk hebben we er nog 7 miljoen te winnen. En hoe mooi is het dan dat je met een nationale sportweek mensen kunt inspireren. Dat we mensen laten zien hoe leuk het is om samen te sporten en te bewegen. Wat doet sport met jou? Je wordt gewoon eigenlijk een beter mens. Je zit lekkerder in je vel. Kick-off, de Nationale Sportweek 2020. Soms is het lastig voor je. Ik voel gewoon raakvlakken tussen muziek en sport. En ik vind het gewoon ook mooi om via sport met mensen in contact te zijn. Nou, op die manier positief denken, dat is werkelijk geweldig. Dat is aanstekelijk en dat doet sport met je. Nu gaan we ook het magazine lanceren. Ik heb een mooi interview gegeven samen met nog een hele hoop andere mensen, andere topsporters. Wat hun visie is en beleving. Dat is iets meer de achtergrond van wat de sport allemaal gebracht heeft. Of je nou positief of negatief is, maakt niet uit. Als je gedreven bent om je doel te bereiken, dan kom je daar wel. Applausje voor jezelf.